Vandaag gaan wij van de hoogste achtbaan af in heel Roblox. En ik ben hier heel erg bang voor. Ik bedoel maar, kijk dan hoe groot die is. Jij moet op het duimpje omhoog drukken, al ben jij ooit in een achtbaan geweest. En klik ook op die abonneerknop hier beneden. Als je namelijk niet bent geabonneerd, mag je ook niet mee de achtbaan in zometeen. Dus ik zou het maar doen. Oké, misschien mag je wel mee. We lopen hier het park binnen en het eerste wat ik zie is deze alien die heel apart aan het springen is of zo. Ik laat hem gewoon lekker met rust. Meneer de alien, heel veel plezier met je dansje daar. Hallo meneer de swipe, iemand gelijk naar mijn... Uh-oh. Ah, dat is een bij. Oké, ik wil niet gestoken worden door die bij. Waarom zou je nou weer met een bij voor een pretpark staan? En oh, we hebben hier ook allemaal kraampjes. Hier kunnen we lekker wat te drinken halen. Au, ik stoot alleen wel een beetje in mijn hoofd tegen die top van het kraampje. Maar hier voor ons hebben we dus de rollercoaster, de mega grote enge achtbaan. En ik wil er eigenlijk nog niet vanaf, want hij is veel te groot. Laten we eerst naar andere attracties gaan. Rond deze toren heb je namelijk, of in deze toren eigenlijk, zitten alle super enge attracties. En het lijkt mij leuk om eerst eventjes wat rustiger op te bouwen. Niet omdat ik bang ben hoor, echt niet. Een beetje. Maar ik zie hier bijvoorbeeld ook een attractie. En deze ziet er wel leuk uit. Dus laten we kijken of wij hier erin kunnen gaan. Oké, dan moeten we hier zitten. Oh, wat gebeurt er? Waarom gaat dit ding ineens schuin staan? Moeten we op deze knop drukken? Oh! Oh, oh, ik heb hem aangezet. Oh, oh, dit gaat snel, dit gaat heel snel. Oh, oh my god, gaat hij over de kop? Hij gaat over de kop bijna. Hij gaat letterlijk bijna over de kop. Oh my god, dit gaat snel. Oké, oh, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Oh my god, dit gaat alle kanten op, dit gaat alle kanten op. Er staat er zelfs iemand onder. Wow, kijk uit mevrouw daar beneden. Ik zou niet onderstaan als ik haar was. Dat is niet slim van haar. Oh my god, dit gaat mokertje snel. Dat is niet normaal. Oh, we zijn klaar. Hallo? Mag ik nog recht staan? Au, ik heb de grond in mijn gezicht nu. Dit is niet zo fijn. Au, ik ben eruit gevallen. Oké, niet draaien, niet draaien. Oké, die achtbaan ging heel snel. Ik had er wat minder snel verwacht. Wat voor attracties zijn er nog meer? Ik zie hier de monorail staan. Maar ik weet dat een monorail niet zo leuk is. Dat is namelijk letterlijk gewoon een soort treintje. En we komen hier niet om in een treintje te zitten. We komen hier voor de achtbanen. Oh my god, deze is mokergroot. En daarom moeten we erin. En ik zie hier een mega groot portaal. Is dit het portaal wat mij leidt door de achtbaan? Ik denk het wel. Oh my god, deze achtbaan gaat zelfs ondergronds. Oh, deze wordt waarschijnlijk ook echt niet normaal eng. Maar hopelijk niet zo eng als die bovenste daar. Want daar ben ik best wel bang voor. Waar, oh waar, is de ingang? Ik volg dit gewoon. Ik denk dat we hierin moeten door dit portaal. Yes, we zijn er! Alleen is de achtbaan er nog niet, zeg maar. Is dit de voorkant? Ik denk het wel als ik hier zo naar kijk. Ja, ja, daar komt ie. Uh-oh, mensen. Het is zover. We gaan de eerste achtbaan in. Oh nee, ik ga voorin zitten. Ik denk dat dat heel eng gaat worden, maar ik ga het alsnog doen. Uh-oh, oh nee. Ik zie ook niet eens waar het heen gaat. Het gaat hier al gelijk naar beneden, lijkt het wel. Uh-oh, wanneer gaan we beginnen met de achtbaan? Ik denk dat we even moeten wachten. Oh, er komt iemand naast me zitten. Wat leuk. Hallo, Sheepy, wat? Als die nog gaat rijden, tenminste. Uh-oh, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, oh. Oké, dat was een klein stukje. Oh my god, we gaan hier heel schuin. Dat is niet normaal. En we gaan hier langzaam naar boven getakeld worden door het... Oké, dit gaat nog best snel eigenlijk. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh my god. Oké, dit gaat heel snel ineens. Oh, wat? We gaan alle kanten op en we gaan weer naar boven. Loopinkie, kurkentrekker, van alles zit erin letterlijk. Oh my god, deze is zo leuk nu al. En we gaan hier nu naar boven. We gaan nog even een kurkentrekkertje maken. Gaan we hier weer naar boven. Komt er nog een looping? Kom op, komt er nog een looping? Ik hoop dat er nog een looping komt. Oh, we gaan ondergronds. Ik zie helemaal niks. Hallo? Waar ben ik? Hallo? Oh! Wow, wat? Waar zijn we helemaal? En we gaan hier weer naar boven. Oh nee, dit gaat heel snel. Wow. Oh my god. Komt er nog een looping? Volgens mij komt er nog een looping. We zitten bijna in de volgende looping, of niet? Nee, 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 nee. Wow. We gaan hier helemaal schuin door de bocht heen. Ik zag daar letterlijk iemand onder me staan. Ik kon die bijna aanraken. En oh my god. Deze achtbaan was zo leuk. Oh, maar ik ben blij dat we weer terug zijn. Hey, heel veel succes met de achtbaan, jullie. Dit was sowieso de leukste attractie waar we tot nu toe in zijn geweest. En ik zie hier ook een hele grote tunnel. Hier hebben we de Space Shot. En hoe werkt de Space Shot? Daar ben ik wel een klein beetje benieuwd naar. Laten we kijken. Oké, ik zie hier mensen instappen op het moment.
moment. Kunnen we erbij zitten? Ik zie nog wel één plekje vrij. Oké, laten we maar instappen. Oké, wat gaat hier gebeuren? Hoe moet ik instappen? Hallo? Oké, ik heb een plekje gevonden. Dit is fout, boel. Ik denk dat we op de knop moeten drukken hier. 3, 2, 1. Waar is diegene die net naast me zat? Ik dacht dat er iemand naast me zat. Oké, we worden omhoog getakeld. We worden letterlijk omhoog getakeld. Niemand gaat meer mee? Oké, dan gaan we omhoog. Oh nee. Waarom bungelen we zo? Dit gaat niet goed volgens mij. Is dit de bedoeling? Is dit echt de bedoeling? Hallo? Oh my god. Oké. Ineens zitten we mokerhoog in de lucht. Dat was niet normaal. Dat kwam helemaal uit het niets. En ineens vliegen we. We zitten alleen nog niet eens een klein beetje hoog ter vergelijking met die achtbaan daar zo. Echt waar, die achtbaan is mokerhoog. En daarboven zitten nog veel meer attracties waar we zo meteen in moeten. Worden we ooit nog naar beneden getakeld? Mevrouw die daar naar boven klimt. Kunt u mij helpen om naar beneden te komen? Oh, het is een meneer. Sorry. Yes, we gaan langzaam naar beneden. Dit is top. Dan kunnen we er eindelijk uitstaan. Die mevrouw die staat hier nog. En we zijn weer op de grond. Mag ik uitstappen? Ik denk het wel. Ja, ik ben uitgestapt. Phew, dat was me nog eens wat. Ook zie ik hier een mokergrote tunnel. En ik heb geen flauw idee waar deze naar... Oké, die gaat ergens naartoe. In deze blauwe achtbaan zijn we ook nog niet geweest. En je hebt hier ook nog een hele grote attractie waar we nog niet eens in zijn geweest. Dus laten we daar ook maar in gaan. Ik ben er super benieuwd naar hoe die eruit zien. Dus laten wij maar eventjes hier gaan doorlopen. Oh god, wat doe ik mezelf ook weer aan. Waar is de achtbaan? Oké, het is niet handig om daar op te staan trouwens. Niet op het spoor staan. Waarom ben jij zo klein? Kan ik hier de achtbaan laten komen? Volgens mij wel, hè? Kan dat? Ik kan hier op go klikken, maar dat heeft nu nog geen nut, want er staat nog geen achtbaan. Oh, maar de achtbaan staat er nu wel. Ik ga gewoon weer voorin zitten, natuurlijk. Kan ik nu zelf op dit knopje met go klikken hier zo? Even kijken, hoor. Kan ik erop klikken? Oh, volgens mij heb ik erop geklikt, hè? Ah, hij doet nog niks. Hij start in 30 seconden. Oh my god, er zitten zoveel mensen in deze achtbaan achter me. Ik moet niet gaan gillen, want dan gaan ze me allemaal uitlachen als we zo meteen uitstappen. En dat willen we niet hebben, natuurlijk. Ik zie rechts onderin dat hij in 10 seconden start. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Hou je vast. Oh my god, we worden omhoog getakeld. Maar waar gaan we allemaal heen in deze achtbaan? Ik ben er zo benieuwd naar. Oh, we gaan nog een stukje omhoog. En wow, oh, kijk uit voor je hoofd. Oh my god, dat was echt nog maar net aan goed. Wow, deze is zo vet, deze achtbaan. En hij is ook blauw. Dat is gewoon de mooiste kleur die er is natuurlijk. Maar wat, deze ziet er zo vet uit. We zijn volgens mij nog niet over de kop geweest. Oké, dat neem ik terug. We zijn nu wel over de kop geweest. En nu weer. Oh my god, hier stonden we net nog allemaal in de rij. En nu zitten we lekker te genieten van de achtbaan. Kijk, wat een mooie lichtjes hier zo. Maar was dit hem al? Hij was wel kort. Maar mensen, dan denk ik dat het nu... Jutje, hij lijkt heel erg veel op mij. Wat? Hij heeft gewoon hetzelfde poppetje als dat ik heb. Maar laten wij dan nu maar hier naar binnen gaan. Hier zien we namelijk een paar andere attracties. En we gaan eerst in deze. Dit is namelijk nog net wat anders dan de achtbaan. De achtbaan gaan we nog even bewaren. Ik moet me daar even op voorbereiden. Maar we kunnen wel hier naar binnen gaan volgens mij. En er zijn ook allemaal mensen die mij volgen. Dus dat is super gezellig. Dan kunnen we met z'n allen de achtbaan in gaan. Oh my god. Ik ben boven aangekomen. En wat is dit? Deze attracties... Ik moet zitten. Hij ging al draaien. Ik kan hier op de knop drukken. Zit iedereen in zijn plaatsje? Oké, dan ga ik hem starten. 3, 2... Oh nee, er zit nog één iemand die moet nog een plekje vinden. Mevrouw, je kan er niet bij mij bij zitten, oké? Je moet ergens je eigen plekje zoeken. Oh, weet je wat? Ik start hem wel gewoon. Ze begrijpt het niet. Oh nee. We gaan omhoog. Kijk dan hoe mokerhoog we zitten. Oh my god. En we zitten in de vliegtuigjes, zoals je kan zien. Dit ziet er zo leuk uit. Oh, there we go. Oh, jeetje, deze gaan snel. Deze gaan heel snel. Dit zijn niet de normale vliegtuigjes. Deze gaan namelijk mokersnel naar boven en naar beneden. Kom, kan die ook naar boven en beneden? Kan ik dat zelf besturen? Ik weet het niet. Oh nee, daar gaan we. Wow! Echt, dit is zo leuk. Er loopt daar nog wel iemand beneden. Dus ik hoop dat hij niet in de weg loopt. En dat hij ineens geraakt wordt door een van deze vliegtuigjes hierboven. Maar kijk dan hoe hoog we letterlijk zitten in de lucht. Dat is niet normaal. Kan ik hem vanaf hier denk je stoppen? Ik zie hier wel de stop. Oké, dat is echt onmogelijk. Ik denk dat we moeten wachten tot hij is afgelopen. Meneer, druk op de stopknop. Ik word helemaal misselijk hier. Oh, dat gaat hij nooit doen natuurlijk. Je hebt ook zulk vet uitzicht hierboven. Je kan daar gewoon allemaal landen zien en zo. Het is gewoon alsof je boven op de planeet staat, letterlijk. Kijk dan hoe vet. Je kan gewoon helemaal rondkijken. Het is zover. Hij is eindelijk afgelopen. Het heeft een tijdje geduurd. Maar dan denk ik dat het nu tijd wordt voor inderdaad de rollercoaster. Oftewel de mega achtbaan. Zijn er nog mensen die met me meegaan?
Ga jij met me mee, Stan? Stan, ga je mee? Ja, Stan gaat mee volgens mij. Dat vind ik gezellig. Dan ben ik niet de enige die in de achtbaan gaat. Kijk, ze komen er allemaal achteraan. Dat is super gezellig. Laten wij dan maar kijken waar we de achtbaan in kunnen gaan. We moeten hier eerst natuurlijk door alle gangetjes lopen. En ik zie hem hier al klaarstaan. Kom op, rijd niet weg, rijd niet weg. Yes, we hebben een plekje weten te vinden. Stap allemaal maar in de achtbaan. Hij gaat zo namelijk rijden. Oh, daar staat nog één iemand. Maar deze achtbaan gaat elk moment rijden. Ja, oh, we gaan rijden. Wow, 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 wow. Wat is dit? Wat is dit? Oh my god, we gaan eerst helemaal naar boven getakeld moeten worden. En dan moeten wij nog naar beneden gaan. Oh, dit wordt wat, dit wordt wat, dit wordt wat. We gaan op de rode achtbaan, op de rode baan gaan we dus alleen maar naar boven getakeld worden, denk ik. En volgens mij zijn we er al letterlijk bijna. Kijk dan hoe hoog we zitten in deze achtbaan. Oh, oh nee. Oh, daar gaat de blauwe baan beginnen. Oh, let's go. Oh my god. Dit gaat mokertje snel. Dat is niet normaal. Oh my god, ik ben er benieuwd naar of er loopings zitten. Oh, we gaan over de kop. Oké, er zitten wel een soort van loopings in deze achtbaan. Het is echt een hele aparte achtbaan. Maar ik vind hem wel super vet tot nu toe al. Dit is niet normaal. Oh nee, klein beetje remmen, klein beetje remmen. En we gaan weer naar beneden. Oh my god, was dit hem? Volgens mij wel. Volgens mij zijn we nu aan het terugrijden naar waar we vandaan kwamen. Is de kust veilig? Kunnen we weer? Ja, oké, er zitten nog een paar mensen. Yes, zit er nou iemand onder de baan? Oh, dat was me nog eens wat. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie naast mij kunnen zien staan. Want die moet je echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er op één. Klik ook op de abonneerknop. Laters.